Dames en heren, welkom bij dit virtueel laboratoriumbezoek dat door Stichting Tegen Kanker wordt georganiseerd. Zoals u weet is Stichting Tegen Kanker, dankzij de vrijgevigheid van haar donateur, een van de belangrijkste financiers van academisch onderzoek in België. Onder academisch onderzoek verstaan we onderzoek dat onafhankelijk wordt uitgevoerd aan universiteiten. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om erop te wijzen dat alle onderzoeksprojecten die wij financieren worden geselecteerd door onafhankelijke wetenschappelijke raden. Het werk van het onderzoeksteam van professor De Neve en Veldeman richt zich op het verbeteren van de radiotherapie bij vrouwen die behandeld worden voor borstkanker. Zoals u weet zijn de kansen op herstel van kanker in het algemeen en borstkanker in het bijzonder, de afgelopen 20 jaar enorm verbeterd. Steeds meer vrouwen herstellen van borstkanker en leven lang na de ziekte. Het is daarom uiterst belangrijk dat dit lang leven na de ziekte ook een kwaliteitsvol leven is. Daarom zetten veel onderzoeksteams zich in om de bijwerkingen van kankerbehandelingen te beperken. Dit is met name van belang voor radiotherapeutische behandelingen die hun effectiviteit hebben bewezen, maar die ook kunnen leiden tot korte, middellange en lange termijn gevolgen. Radiotherapie heeft een aanzienlijke technische vooruitgang geboekt die het mogelijk maakt om de stralen beter te richten en zo gezond weefsel meer te beschermen. Het onderzoek van professor De Neve en professor Veldeman zal echter aantonen dat ook andere benaderingen, zoals het positioneren van de patiënt tijdens de radiotherapie, kan bijdragen tot verminderde aantasting van het omliggende gezonde weefsel en zo het risico op korte, middellange en lange termijn gevolgen sterk kunnen verminderen. De kwaliteit van het leven staat dan ook centraal in dit onderzoek, zonder dat dit ten koste gaat van de effectiviteit van de behandeling. Ik wens u een aangenaam ontdekking toe van deze zeer originele aanpak voorgesteld door professor Veldeman. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om u nogmaals te bedanken voor uw genereuze steun aan het kankeronderzoek via Stichting Tegen Kanker. Veel plezier bij het bezoek en aarzel niet om vragen te stellen via de chat.